Je zou kunnen zeggen dat de ontevreden kiezer uh, die destijds voor Pim Fortuyn ging. Uh, en uh, uh, die heeft natuurlijk nooit aan tafel gezeten, want die nee. werd vermoord. Ja. U nam zijn plek in. Maar het, het ging natuurlijk. De, de kiezer stemde op de lijst Pim Fortuyn. Ja. Later kwam Wilders, maar die zat nooit. Echt aan tafel. Ja, in 2010 even, maar dat werd een gedoogconstructie. Uh, mm. Daarna kwam uh, Baudet, maar dat was Provinciale Staten. Daarna kwam Caroline van der Plas, Provinciale Staten. Mm. Uh, Pieter Omtzigt werd, leek de grootste te worden, maar is dat nu niet geworden. Nu zijn we weer terug bij Wilders. Mm. Is dit eigenlijk de eerste keer dat de ontevreden kiezer... dan ook daadwerkelijk aan de onderhandeling, onderhandelingstafel zit... met uitzicht op een torentje? ja. ja. Eigenlijk wel, ja. Want wij waren, waren natuurlijk niet de grootste partij. Dus de, de Balkender was de, de gedoodverde premierskandidaat. Ja, CDA. Eh, dus CDA. Dus, eh, eh, en, en na de moord op Pim eh, was de LPF niet meer eh, de kandidaat om de premier te leveren. Maar... Dat is, uh, dat is inderdaad ja, waar. Maar kijk, we hebben sinds 2002 natuurlijk bijna altijd, welke uitslag er ook is. een centrumrechtse meerderheid in het land gehad. Uh, tussen de 60 en de 65 procent. En uh, ja. En die stem van die mensen is onvoldoende gehoord door de compromissenpolitiek die we de afgelopen decennia gevoerd hebben. Het was een van de redenen dat ik per se wilde formeren in die tijd, was ja. het schrijven van een strategisch akkoord. Samen met, met Gerrit Salm en Jan-Peter Balkende. Hm. En dat strategisch akkoord heeft lang doorgewerkt. Ja. En dat is belangrijk. En, en dat is, uh, uh, maar ja, helaas, daarna is toch Geem de Klatter ingekomen. En dat vind ik echt heel erg jammer.